Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben op de satellietfoto wolken boven België. Dat zijn buienwolken en hoge bewolking wat er van afwaait zien we ook al boven delen van Nederland. Die buien kunnen in de ochtend het zuiden van het land bereiken. Daar kan ook al wat onweer bij zitten. Temperaturen lopen snel op tot meer dan 20 graden en de meeste zon hebben we in het noorden van het land. Vanmiddag bereiden die buien zich wat uit, komen ze op meer plaatsen voor met kans op onweer, hagel. Windstoten zijn mogelijk en ook felle buien met veel regen in korte tijd. In kustgebieden kan de wind van zee waaien en kan het wat nevelig worden en lopen de temperaturen ook terug als dat uh, binnentrekt. In de avond hebben we nog steeds kans op buien, nog steeds kans op onweer en ze kunnen nog altijd fel uitpakken. Morgen zijn de zwaarste buien in het oosten van het land te vinden. In het westen is het allemaal een stuk droger. Bij wind van zee wordt het in het westen 21 graden, in het oosten nog 26. Wat dat betreft gaan de temperaturen dus wat omlaag in het weekend rond de 21 graden met zaterdag nog wel regenkansen, vooral in het noorden van het land en elders een bui. Zondag is het vaker droog, en maandag zelfs een droge dag. En dan beginnen de temperaturen ook weer voorzichtig op te lopen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.